Morgen ben ik wel weer te zien. Goedemorgen, tot morgen. Goedemiddag, heren. Dag, Piet. Wat een geweldige dag voor jou, voor mij en iedereen van de publieke omroep. Want wat een aanwinst hebben we erbij. Ik ga naar Max. Ja, dat is ook publieke omroep. Ja, dat weet ik. NPO. Ja, ja. En Radio 5. Ook publieke omroep. Ook publieke omroep. We gaan helemaal de overstap maken naar de publieke omroep. Dus we worden collega's. Ja, eigenlijk wel. En een bosje bloemen. Het is wel van het tankstation. Dat is dan wel weer publieke omroep. We hebben geen geld. Nee, maar dat maakt niet uit. Het is toch geweldig. Nou. Het is vandaag bekend geworden. Had eigenlijk nog niet gemoeten. We wilden dat morgen bekend maken. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Ja, ook dat is publieke omroep. En het contract moet nog getekend worden. Ook dat is publieke omroep. En allemaal strenge regels en gedoe en allerlei lagen en dictatoriale sfeer. Dat is ook allemaal publieke omroep. Pas maar op. Oh, nee, die ervaring heb ik nog niet opgedaan. En ik denk ook niet dat ik die ervaring ga opdoen. Ik denk dat ik bij een hele warme omroep kom. Ja, je hebt er zin in. Ik heb er zin in. Ja, echt. Kunnen we even kijken in jouw weerstation of iets waar het gebeurt? Nou ja, zeker. Kom maar mee naar binnen. Dan hoef je hier niet blijven staan in de kou. Want die kou die krijgen we nog deze winter, hè? Oké. Okay. Ja, jij weet het. En hier gebeurt het allemaal. Ik had verwacht, je hebt hier allerlei meetinstrumenten en allerlei... Voorheen was het ook zo. Dan had je een kast van meetinstrumenten. Is nu niet meer zo. We hebben natuurlijk internet. Alle bierkaarten, alles haal je gewoon... Je haalt het eigenlijk gewoon van Buienradar af. Ik haal het uit Duitsland vandaan. Ik heb een contract met de Duitse Wetterdienst. Dus ik maak mijn eigen weerswachting op. Al jaren. En dat zal ook altijd zo blijven. Ja, ook nu de belasting betalen, alles gaat betalen, blijft alles hetzelfde. Ik ga gewoon lekker werken bij de NPO en ik heb er heel veel zin in. Ja, maar ik heb iedere dag, hè, als ik dan word betaald, denk ik, yes, de belasting betalen, zie ik ze allemaal werken. En dat niet, is dat niet het gevoel waar jij van denkt? Van... Nee, het werken blijft even hard. En hoe is het gevoel? Ga je nou uit elkaar bij SBS? Is het allemaal lekker warm? En... Ja, weet je, het is natuurlijk altijd zo, ik heb voorheen altijd gezegd, ik had liever die 25 jaar volgemaakt, TV maken bij de zender waar je begonnen bent. Maar dat is niet aan de orde. Dus dit afgelopen jaar gezegd van nou, wij stoppen aan het eind van het jaar. En we zijn nu rond met Max en ik ga er helemaal voor. Want ik ben helemaal blij. Jan Slachter en ik hebben elkaar van het zomer al ontmoet bij het scootjeschild. Toen zeiden we, het gaat ons lukken. Nou, dan zijn we het omstandigheden tussendoor geweest. Het is nu zover. Had mijn baas van Poont ook gebeld voor jou? Of? Nee, die heeft niet gebeld. Hadden we dan kans gemaakt? Nou, wie weet. Was er veel concurrentie? We hebben met verschillende partijen gesproken en daar moet je verder ook niet over uitweiden. Nee, dat is ook allemaal publieke omroep, of? Nee. Max is de enige van de NPO. Er is heel veel aanbod geweest, dus je moet toch kijken van wat wil je, wat wil je niet, wat wil je wel. Maar ik ben niet in paniek geraakt, maar ik vond het natuurlijk wel jammer. Ja, nu moeten we toch eigenlijk dit stukje ook afsluiten, als iemand dat kan... Ben jij het? Ja, dan zeg ik, morgen zit ik bij Max om 5 uur, tijd voor Max. Want moment, tot morgen. We mogen eigenlijk geen reclame maken. Oh, dat is ook publieke omroep. Kan die nog één keer? Nou, morgen ben ik wel weer te zien. Want moment, tot morgen. Bij Omroep Max, of niet? Bij Omroep Max, maar je mag geen reclame maken.